Can you please not? What's up, J-Squad? Goedemorgen mensen. Mijn naam is Shamila, 28 jaar en ik maak video's op YouTube. Yeah. We are going to the winkel, sabiet. With my pimped car, kan dat niet meer. Yes, people are so complaining that you are not in the vlog. Hi people. Yeah. That you are not in the vlog, and people are complaining. Yeah, I'm here. Zijn jij nog in de vlog geweest na je vakantie? Nee. How was your vacation? Ah, jawel toch, toen dat je mij komen halen zet. Oh yeah, that's true. It was a good vacation. Pff, die Milo is echt zo dat kussen aan het afrijden. Ik kan daar niet mee. Ziet dat? We zijn echt letterlijk 2 minuten weg en he's fucking riding the pillow. Wee. Hesha, echt, we need a not broken dog, zo. Is hem aan het bijten? Ja, hij is aan het bijten. Ja, hij is kussen aan het bijten, denk ik. Wat gaan we doen? Gaan wij gewoon doorrijden en iemand in het oog houden waar hij aan het doen is, of ja, niet? Ja, en dan is hij ineens de tafel aan het bijten als we in ja, de maar je kunt door zijn. Die micro roepen, dan gaat hij wel stoppen, hè? Snap je? Milo! Die zit op tafel. Is dat flesje vast? Ja. Godverdomme. Ik kan niet met dat beest. Die neemt maar 5 minuten nodig voor een heel kot af te breken, ik zweer het. En die dop is er al af, hè? Ach, zie. Dat is al eenmaal kapot gebeten. Oh, ik kan er niet mee. Ja, er is coming 100 therapeuten, mensen, binnen 2 weken. So, hopefully it's gonna be better then. Oh. Probleem is gisteren. Normaal zitten wij die in de gang als we weg zijn. En gisteren heeft hij de deur open gekregen naar mijn studio en heel mijn studio was in vrienden van één. Ik heb daar 2 uur en half zitten kuisen. Ik heb de Milo in bed gestoken omdat hij helemaal vuil was. Dus ze weten gewoon niet meer wat we moeten doen. Oh, ik heb zo eens met de buurvrouw gesproken, die had ook hondjes. En die zei ook van, als wij er niet zijn, onze honden zijn gewoon buiten. Het probleem is dat hek is te laag. Dus ik had ze biedt mij eens even naar de, ik weet dat niet, Brico of zo of het een of het ander. Voor een hoger hek kijken, dan zien of we die buiten kunnen laten dat die niet gaat lopen. Hè. Oh, het is so much like... Waar je die ook zit, die maakt wel iets kapot. Echt waar. En oké, ik heb van veel mensen gehoord die dat zelf puppy's hebben, dat dat al 2 jaar over is en dat kan goed zijn, maar ik kan deze niet nog een jaar aan. Zo. Allee, oh, sorry. Het zal wel te zien zijn of dat we... Maar die tuin zal er dan ook wel schoon uitzien elke keer dat we zijn vertrokken. Oh, ik kan er niet mee. Oké, okay, we're going in voor bananetjes. Draven. Pas op mijn camera is filming, hoor. We're so copers. Moet jij nog in de koffer zijn? Dan heb ik ook mijn kerkje terug. Look at that kerkje, ik kan dat niet meer. Kerstjes, ze gaan dat hier niet hebben. Dit is bouwcentrum. Die had net even een kiekje draald. Hè. Oh, ja. Niet te koud in een hondenwinkel. Oh, ja. Ik heb toch gezegd dat ze het hier niet hebben. Oh, ja. 122 centimeter en 5 meter. Staat dat erop? 122 x 5? Of 102 x 5? Ja. Dat is 24,99. Ja, voor wat is de rest dan allemaal zo duur? Je pakt een hoger hierachter. Hè. Is dat 122? Ah ja, dat is dat is een die dan. Ja, take it, I'm a girl, al wel. Ja, you take it, I take this. Ja. Yeah. Ja, hoe gaan we dat vastmaken? Wie maakt stoffen uit? Wacht, hoeveel meter is dat? 5. Is dat groot genoeg? Zo, wacht. 1, 2. Yes, goed, we zijn er al. Dat is toch maar 3 meter dat we nodig hebben. Oké, okay, we hebben dingen gevonden, bindraad. Dat moet dan, ja, die eens... Zie je wel dat ze het hier hebben en nog redelijk cheap genoeg. Ja, maar die eens zegt dat... gaat die daar zeker niet over kunnen springen? No. Nee, nee. Die kan wel erop springen en dan plooit dat misschien. Ja, het hopen van niet. En we hebben in ieder geval bindraad gevonden. En ja, die eens gaat dat fixen, want ik snap er niks van. Gastje, gaan wij nu eindelijk dat hek zetten of hoe zit het? Want wow, krijgen we dan. Ik ga je woorden aan vuil maken. Nee, ik was toch bezig. Close that door. Ja, als je in de vuilbakken gaat zitten... Ja, en die bananenzone hier ook nog lang blijven liggen. Ik kan er niet missen. You'll be right back, hè. We zijn maar gewoon in een tuin, hè. Dat is not a thing anymore. Dat is een moeras geworden. Een moeras? Look, dus ja, het geen gastje, water niet meer in. Ik weet het, hè. Release. Hey, gast in een tuin kan echt niet, sorry. Ziet dat gras, mensen. Like. Eggie.
Ja, er is iemand eieren op mijn dingen gegooid. En het rare is, dat kan alleen van daar komen. En daar zijn altijd kindjes aan het spelen. Dus ik denk, want je ziet de schelder gewoon nog aan. En ja, ik denk, de kids are throwing eggs. Of een ex, dat kan ook. Maybe my ex was hier in de tuin. Het is wel een verschil van grootte. Zo, je dat zie en dan dat ineens. Goza. No running doggy anymore. Goh, maar dat is echt vervelend dat hij altijd gaat lopen. Met dat hij nog wel eens onlangs nog maar vastgedaan is, maar ja. Now we have a better pin. Kastje, we hebben die pin nodig. Zie wat dat daarmee gebeurd is. Ik kan niet met die aan ons. Ik deed dit recht, hè. Waar? Ik kan dat niet, jongen. Ik heb die kracht toch niet. Ik kan niet met u. Ja, die heksjes gaan... Ja, we kunnen die niet meer gebruiken, hè. Zie. Ah ja, die pinnen. Dus ja. Ja, we trouw het, hè. Ja, ik kan niet. Jasje, die pinnen zijn toch veel te kort? Waar? Voor daar recht te houden. Ja, dat is gewoon zo. Als die een bovenkant... Ik kan niet, zo. Maar je snapt mij niet. Leave me. Waar, ik snap u niet. Nee. Je hebt die pinnen nodig, zeg je. Ja. Ah, wel? Je zult wel zien. Gesje, dat gaat nooit in de hoogte blijven staan. Als je die bovenkant van ver doet, ligt alles plat. Gesje. Oh, ik snap er niks van. Ja, dat is... Your life is gewoon... niks snappen. Oké, en dan? Moet ik dat niet gaan vragen? Zet je op het punt? Ja, ik zeg het. Oh. Moeten we dat niet vragen bij de buren even? Ja, zeg. They need to let us... Ja, we moeten eigenlijk onze dingen bevestigen aan hun dingen, snap je? En we were gonna ask that, but ja, Jens wilt weer niet al, joh. Zie dat doet pijn, zo. Zijn vinger zat vast, ik ken er niet mee. Hoe lang? Ja, ik weet dat niet, 3 meter ongeveer, hè. Go to there, hè. Ja, dat moet daar helemaal in, hè. En dat moet nog meer geplooid worden, zo. Dat is nog in een boog. Jij zit daar gewoon aan die tak om binden, hè. You sneaky ass little bitch. Het gaat niet verder. Gesje, he's going erachter, hè. Maar Gesje wel, hè. Oh, piesje. Oh, hè, zeg. Why are you always begging? Je heet zo in de weg op de camera, hè. Yeah, is het goed? Maar daar moet ook een stok in de grond, hè. Snap je? En die stokken doen we hier in de grond. Jij know, hè. En jij er straks zo al paniek in. Hallo, nog, hè? Waar nog? Oh, ja, weet, I'm gonna sit en zo. Zo, dat. Oh, zo'n biesje niet meer, hoor. Kijk, dus. Like. Hier ook, hè? Hallo, ik heb er maar 2, hè? Allee, 1 dan eigenlijk. Ja. Yeah. Wel, die constructie. Ja. Ah! Can you please not? Dat ziet eruit. Ja, whatever, gast. As long as it's safe. Uw hand bloeit, kan eens, hè? Zie, door u. Door mij? Is dat nou vast? Yeah. Yeah. Look, heel de wagen komt mee. Ja, cool, hè. Sorry, je weet dat niet to go that side, otherwise I'm stuck, hè? Oh, maar dat ding ons kan niet meer met ons, sorry. Sorry, mensen hebben altijd zo Engels praten, dat is echt zo. Ik heb me inbeeld dat dat enorm vervelend is. Hij was also thinking that. Dat wel... Ja, maar als we ooit een langer stuk nodig hebben, like... Sorry, maar het is al perfect. Gesje, dat moet wel vastgemaakt worden, hè. Maar we kunnen dat gewoon zo doen. En... Sorry, maar are we fixers of are we fixers? Jeet, fixing, hè. Ja. Ja, stevig is het nu, hè. Goed aanspanning, hè. Ja, maar zie dat de hoofdjes hun eigen daar ook niet aan kunnen snijden of zo, hè. Aan die draad. Jeet, stapping, hè. Zie, je zit al op de... Hier, ik voel de grond hier trillen. Letterlijk. You're touching something. Ze bieden we geen water niet meer. Zie, ik voel dat hier onder mijn voeten trillen. Dat is not good, hè. Ik zeg het toch, hè, gast. Oh. We need to knip them korter. Ja, met wat? Met dat, hè. That's not going, hè. Veel te dik. That's not going, hè. Oh. We hear something that can do it, hè. You hear the machine? Dat is voor stenen te slijpen. Ja, dat gaat daar ook wel mee, hè. Dat mag niet, ijzer. Gesje, what's that? Waar? Beter, beter. Die kan nog langs daar weg, hè. Dat moet van onder echt zwaar strek getrokken worden. Ja, ja. Ja, jij wordt in de winkel hebben niet meer nodig. Dat is genoeg.
Ik weet wat ik ga doen. Ik weet hoe we dat vast moeten doen. Met een prikje tijd kapot. Je doet het, hè. No, don't, hè. We hebben er nog 3. Het is nog diep genoeg, zo. Ja, maar... Zie, snap je, dat is al beter. Gastje, kan daaronder, serieus. Ja, hallo. Je moet maar gewoon duwen en die is erdoor, hè. Dat is een rat. She's not gonna force her under it, hè. Tuurlijk wel. Ja, ook zo kort mogelijk, hè. Dus niet helemaal door dingen, maar echt zo door die kleine dingetjes naar hier. Yeah. Oké, we gaan even naar de hoefjes en dan gaan we eens langs de andere kant even roepen en dan zien of ze iets doen voor de rechter te komen. Oké, now we go naar voren. Rap voor het heel. Oh, hij gaat al rond. Hij is er al, hij is er al. Let's go. Ik kan niet met die anon. Ze biedt dat ze voor ons door. Kan niet, hè? Is hij daar? Is al terug. Roept hij eens? Milo! Jasje! Breng hem tot de test. Milo! Milo! Hey! Zie je hem? Ah, ja, Milo Piloka. Daag! Jasje! Kom naar rechts stappen. Kom! Hij komt dan? Hij komt hier. Kom eens hier. Milo, kom. Kom, Milootje. Jasje, kom. Kom hier. Jij denkt het goed. Milo, kom. Die. Kom. Hij komt hier. Zo met dat pootje er tegenaan te duwen. Oei, 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 oei. Ja, het is fijn, hè? Ja, we zo fixed het al, hè, joh. Flink kindjes. Kind, kon je dat niet meer over? Oh, vriend. Weet je gewoon nog dat ik er juist zei, die bananen liggen daar. Maar dat sowieso pakken. Die eet like 6 bananen, hè. Was lekker, vriend? Ik heb het opgezocht op Google en het blijkt nog redelijk gezond te zijn. Dus je chance. Die moet ook niet meer eten vandaag. Hey, bananen vult enorm. Ze kan daar niet mee. Oh, weer al zo in slaap vallen. Ik kan daar niet mee. Zo. En ik kan ook niet mee je slaperkje. Maar ik moet pissen. Ik kan daar niet mee. Oh. Ik ben gewoon wakker geworden omdat ik naar het toilet moet. Abo. Gastjes, ik ben terug bijgekomen. Ik kan niet met mijn eigen. Ik heb iets te veel cheat days genomen de laatste weken. Zo. Dus I came a little bit. Maar ça va, vandaag naar de winkel geweest, alles gezond gekocht en gewoon even herstarten. Die paar kilootjes gaan er al een chance snel af. Dat is trouwens ook een goede tip dat ik kan meegeven als je aan diëten bent en je gaat even in de fout. Ook al is dat weken of maanden, dan wil dat niet zeggen dat je daarom moet stoppen, snap je? En dat heb ik wel geleerd. Ik ben enorm gedemotiveerd geraakt door het feit dat ik op een gegeven moment precies niet meer af aan het vallen was. En dat sukte echt hard en daarom heb ik terug een beetje zijn begin het snoepen, you know. Maar dat is geen reden om te stoppen. En dat heb ik echt geleerd, omdat ik weet van... Weet je, dat kan misschien 2 of 3 kilo terugbij zijn, maar je weet van... Doet 3 weken even gaan en dat is er terug af. En dan gaat het gewoon voor de volgende lading, snap je? En ik ben ook niet ongelukkig met mezelf. Like, ik ben niet mager, maar ik ben ook niet ongelukkig, weet je wel? Like, en mensen zeggen, oh my god, you're so fat, oh my god... Doet tegenwoordig dat je een gram te veel weegt, dat al dik. Je staat gewoon al een fucking bek. Als ik gelukkig ben met deze fucking Oompa Loompa lichaam, dan is dat zo. En ik ga nog gelukkiger zijn als het iets minder Oompa Loompa is, maar dat maakt mij nu zeker niet ongelukkig. Dus ik ga even douchen, want ik ga naar Antwerpen. Het is een zaterdagavond. Ik heb zoiets van, ik heb geen goesting om thuis te zitten. Dus ik ga naar vrienden van mij. En een vriend van mij heeft een sleutel langer gemaakt met een foto van mij en gastje op. Dus, I wanna see that. En ik krijg dat natuurlijk ook. Allee, dat dik zwijn wordt even een douche in. Dude, als ik geen zelfbruiner heb aangedaan, doe ik nooit kleedjes aan. Hè. Dat is echt zot. Ik ga proberen vanavond zelfbruiner te doen als ik thuis kom. En dan ga ik morgen hoogstwaarschijnlijk een kleedje aan doen. Ik ga morgen met mijn broer, mijn schoonzus en nog 2 andere vrienden naar dat waterdingen in Vossenmeren. Dat waterpark waar ik hier meteen in geweest. Dat wij zo op die water... wat was dat? Hoe noemt dat? De waterspringkastelen zijn geweest. Maar ik kon er zelf niet mee op. Ik heb gezegd, ik doe dat nooit niet meer. Dat was, je moet dat gewoon zien. Dat was echt fataal.
Maar mijn broer is ook altijd doen en die onderschatten dat zo mega hard. Ik zeg, schoon, ik kan dat wel komen filmen doen, dat gewoon net zo. Dus morgen gaan we naar daar. Ja, ik draag gewoon echt geen kleedjes als ik mezelf bruin er niet heb gedaan. Dat is echt zot. Gewoon zeker dat een witte huid iemand kan maken, dat is zot, hè. Allee, wit. Ik zeg niet wit, maar... You know, hè. Goed, we zullen maar eens een make-up op doen, want deze ziet er ook niet. En mijn oog is rood. Hij heeft een little oogontstekings, kan ik denken. Ah ja, voor de mensen die Milo zijn kunstwerk willen zien, like, yeah. Ik moet ook altijd mijn kamerdeur op slot doen, omdat hij anders die deur open krijgt. Ja, we gaan nog wachten met dat even terug te fixen, die deur. Omdat, ja, eerst moet hij een hondentherapeut komen, snap je? Maar ja, dat heeft niet meer gebrek per se. Ik ken hem niet meer, zo stinken. Jens, dus doe ik mijn achterkant even stijl, omdat ik er niet zo gewoon kan. Normaal ging ik krulletjes doen, maar ik heb er geen zin in, dan ben ik toch maar in mijn jogging zin, dus... Pff, dat is warm, zo. I'm going to my a beat. It's been so long. Is dat? Ja, weet ik veel, hè. This needs to wave to the back, hè. Snap dat? Ja, maar niet curlen. Snap dat zo een beetje. Ja, yeah, that's cool. Yeah, I'm going, hè. Hier onze enkeltjes, hè. Die is hier mijn t-shirt om te naaien. Want er is zo een stuk los en ja. Ik weet dat ze nogal redelijk creatief is. Ik vroeg zie die jij misschien zitten voor even te naaien. Aangezien dat ik zelf tegenwoordig niet veel niet meer naai. Allee, joh. Dag, schatje. Hela, dag. En een Gino is er natuurlijk ook weer bij. Hè. Ah ja. Dag, schat. Ja, jij zit toch iets schattigs, hè. Jij zit toch iets schattigs. Dus ja, ik kan weer even op bezoek. Ja, ik gewoon zodat hij mijn t-shirt kon maken en dan vertrek ik weer zo. Ja, het is niet uw haarstijlen, hè. Dat wil ik weer hebben. Maar het is weer gesteld vandaag. Hallo, er is iets warm aan voel van drie. Ik ken er niet mee. Ik heb mijn regels direct, hè. Ja, precies. Ja, heb je al mijn auto al gezien? Ja, ik wel, hè. Ja, dat niet echt, hè, maar... Jij? Ja? Nee, gaan we een beetje kijken? Gaan we een beetje kijken. Ja, een beetje kijken, ja. Ik ga mijn auto ook al laten zien. Waar staat hem? Daar. Ja. Yeah. Waarom? Daar? Ah, die kleur. It's rose gold. Het is in elk licht ook anders. Ja, maar dat ziet er inderdaad uit. Soms is het rozig, soms is het... Zo'n metallic, hè. Heb je dat dingen op het eilandje ook niet? Op het eilandje heb je toch die twee groene flatgebouwen? Die dat zo ook van kleur veranderen. Denk er vanaf hoe dat de zon erop staat. Oh, dat weet ik niet. Heb je dat nog nooit? Nee. Niet... Misschien zo'n tuningsauto. Zot, hè. Die benden ook zo met een naam erop en zo. Ik kan er niet missen. Maar chic bekje, ja, typisch voor haar, ja. Ja, en dan vanachter heb ik mijn socials erop staan. Ja, zeg er maar aan, je moet ze maar volgen op Instagram. Al, op YouTube. Op YouTube. Zie, die is al mijn sleutellengertje. Dus jij maakt dat volledig zelf. Ja. Kunnen dat, heb je een site? Een site niet, maar ze kunnen dat op Facebook vinden en op Instagram. Wat is je Insta? Resin_.kitchen. Oké, ik kan het erbij zetten. En dat jij dat dan zelf wilt laten maken voor je hondje of zo, want ja, doe je enkel... Nee, katten ook. Katten, ja. Echt zo met je dieren eigenlijk, ja, wel, hè? Ja, nu wijzen. Handgeschreven? Ja. Maar jij hebt schoon handgeschreven. Handgeschreven? Hoe zeg je dat? Handschrift. Ah, ja. Handgeschreven. Nee, dat laat kapot. Je dacht, het klopt niet aan dat woord, maar ik dacht, ja, ik kon dat voorbij laten, maar volle blijkbaar niet, jongen. Thank you for supporting my small business. Ah, hey Jamila, veel plezier met je sleutelhanger. Lily en Anke. Ah! Ja, dat is zo mooi ingepakt ook. Kan ik wel zo bekend in kapot doen? Ik heb genoeg. Ja. Het is kleiner dan ik dacht. Ik dacht dat kei groot was. Ja, want jij zei ook dat kei zwaar ging zijn. Maar dat is eigenlijk niet. Echt nog. Oh. Yesha. Hoe schattig is dat? Dat is kei tof. Maar dat weegt dat toch niet veel? Nee, belangen niet. Maar dat leek veel te wegen. Ja. Ja, ik krijg er ook altijd nog twee stickers bij. Ik zie het. Van je huisdier. Schattig. Ik kan dat er ineens aanhangen, hè. En ik kan niet een brolje drijven. Want ik dacht, oh. Wat is dat? Ja, daar hing zo'n pompon aan, maar die is eraf. Dus die kop hangt er zo alleen nog aan. Dat is een beetje gelijk mijn ex. Op het einde hangt die kop er ook alleen nog maar aan. De welke? Allemaal. deze stuk hier, dat moet daar aan, hè. Ja, dat is, ja. Het is mega zacht ook. Ja, ja. Dat is ook die resin, hè. Ja, dat ligt zat. Dus ja, als je de naam van je huisdier erop wilt en een foto van je huisdier of gewoon samen met je huisdier, dat lijkt bij mij.
dan you can do that. In de beschrijving staat een linkje naar de Instagram en Facebook. Kun jij ook een shout-out doen naar iemand? Wie? Naar mijn zusje. Hoe is haar naam? Sousa. Sousa. Een dikke shout-out naar Sousa, het zusje van Anke. Mwah. Oh. Ik was juist in de nachtwinkel en er was zo'n man, ik vind het altijd zo erg, hè. Er stond zo'n man aan de kassa en die had zo'n heel krat van bier en dan nog een fles vodka. En ik stond er gewoon achter, minding my own business, you know. En in één keer draait hij zijn eigen om en hij zegt dan, mevrouw, you are very, very nice. Maar echt zo heel, heel zet. Echt overdreven. Ja, en ik zeg ook al dat hij een alcoholprobleem had. Ik bedoel, dat is vrij duidelijk. Ik ben ook met iemand samen geweest dat een alcoholprobleem had. Dus ik ken de symptomen daar wel redelijk van. Van mensen die dat gewoon een avondje zot drinken of echt een probleem hebben. En ik vind het altijd heel erg. Ik weet niet waarom, omdat ik zal die mensen ook nooit scheef bekijken. Hè? Ik ben echt zo iemand dat... ja, dat is een verslaving, snap je? Dat maakt niet die persoon. Als die mens nuchter is, zal dat waarschijnlijk een heel aangename mens zijn. Maar dan was ze middel tegen mij aan het praten en ja, ik probeer het dan een beetje zo normaal aan te pakken. Die van de nachtwinkel dat er werkte, was dan al koppen onttrekken van zo. En ik had zoiets van, moet dat niet doen, weet je? Dat is... Ja, sorry, maar een verslaving is heel kut gewoon. En die mensen kunnen lastig zijn op die moment dat ze onder invloed zijn en shit. Maar dat zullen hoogstwaarschijnlijk gewoon super lieve mensen zijn die dat gewoon hun eigen niet onder controle hebben, snap je? En dan zou ik je echt willen helpen op die moment, maar je kunt er niet helpen, hè, snap je? Dus je moet dat zelf inzien, hè? Dus ik zou gewoon zeggen, kijk nooit scheef naar mensen die een verslaving hebben. Want die kiezen dat oprecht, op de een of andere manier kiezen die dat zelf niet, snap je? So yeah. Ik ben trouwens onderweg naar huis. Allee, ik ga nog even langs een vriend van mij en dan ga ik naar huis. Maar ik ga wel stoppen met vloggen. Dus ik zou zeggen, als je het leuk vond, vergeet dan zeker niet te abonneren door na de video op het cirkeltje te klikken. Ook het belletje ernaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe vlog of video plaats. En dan hoop ik jullie weer terug te zien morgen om 5 uur bij een gloed, een nieuwe vlog. Doei!